Grote wetenschappers en filosofen hebben de antwoorden op de grote vragen. Maar er zijn ook vragen die nooit worden gesteld. De ongestelde vragen. Dat zijn vaak de lastigste. Het is maar goed dat ik ALS heb en bijna geen haren meer. Anders zat ik nu met de handen in mijn haren. Mijn volgers stellen vragen die ik niet kan beantwoorden. Bijvoorbeeld deze. In Godvlog 5 zegt God dat met de armen van geest uit het evangelie van Matthäus de goden worden bedoeld. Maar in het evangelie van Lucas staat alleen de armen en niet de armen van geest. Wie heeft er nu gelijk? God? Matthäus natuurlijk. Die tollenaar was er zelf bij toen Jezus zijn bergrede hield. Lucas heeft de tekst van Matthäus verkeerd begrepen en er zijn eigen versie van gemaakt. Daar heeft de katholieke kerk eeuwenlang dankbaar misbruik van gemaakt om de armen ermee onder de duim te houden. Dit is een van de vele duivelsverzen uit de Bijbel. Aha, zit dat zo? Hier heb ik nog een vraag. In Godvlog 1 heeft u ontkend dat Jezus uw zoon is. Maar in het evangelie van Lucas komt er een stem uit de wolk die zegt dat Jezus zijn geliefde zoon is. Hoe zit dat? Ik weet niet van wie die stem is geweest, maar zeker niet van mij. Waarom zou ik me in een wolk verstoppen? Ik vermoed dat het een practical joke van de duivel is geweest. Lollig is anders. Belachelijke vraag. Ik doe er nog één en dan vind ik het voorlopig wel genoeg. De andere vragen moeten voorlopig maar ongesteld blijven. Iemand vroeg of u corona naar de aarde hebt gestuurd om de mensheid te straffen. Of is dat ook weer iets van de duivel? Haha, nee. De laatste keer dat ik de mensheid heb gestraft was toen met de zondvloed. Achteraf gezien is dat ook geen succes geweest. Je kunt het verleden niet uitwissen en weer met een schone lei beginnen. Dat hebben we inmiddels wel geleerd. Precies, precies. Het verleden blijft je altijd achtervolgen. Daar helpt geen roetveegpietje lief aan.